dames en heren thuis, dames en heren hier in de brasserie So Nice van de Schouwburg Twente. Hartelijk welkom allemaal bij Hengelo Spel, Politiek Café van de Twentse Courant Tubantia, Radio Hengelo TV en de Schouwburg Hengelo. We hebben vanavond twee fantastische onderwerpen, mooie onderwerpen die veel besproken zijn en waar ook veel over geschreven wordt, onder meer door Tubantia. Esther, wie hebben we nog meer vanavond? Behalve dus onderwerpen cultuur, binnenstad, met onze gasten die we zo gaan voorstellen. Uiteraard, op de streepkist, als het over kunst en cultuur gaat, dan niemand anders natuurlijk dan Pier van Dijk. Daar hangt al een kleine aankondiging van wat hij ons straks gaat vertellen. Hengelo helemaal van de kaart. Ja. Wat precies betekent, let vooral even op die kaart, maar luister ook goed naar wat hier aan tafel wordt verteld. En we hebben uiteraard de tweede nominatie voor de persprijs. Vorige maand is de nominatie gegaan naar de Voedselbank Midden-Twente. Ja. En vanavond een tweede nominatie van dit seizoen. Dan houden we nog even geheim wie dat is. En we hebben natuurlijk muziek. En die komt vanavond van Alina Lofeo. Maar eerst dus binnenstad. We kunnen lezen. Ja, we hebben aan tafel Onno Vichter, fractievoorzitter VVD. Hartelijk welkom, Onno. Christian de Kinkelder van Ten Hag, bedrijfsmakelaar met veel expertise op het gebied van vastgoed in Hengelo. Met name bedrijfsvastgoed uiteraard. En Erik Marvoort, bestuurder-directeur van Welbions, die alle leegstaande panden wil opvullen. Dat gaan we zo meteen horen. Ik wil beginnen bij Christian de Kinkelder. Christian, kun jij eens beschrijven, in niet al te lang verhaal, hoe is de toestand van het vastgoed, bedrijfsvastgoed in Hengelo? Op zich is die toestand in goede staat. Er is alleen een aantal vierkante meter te veel. Hoeveel? Hoeveel, daar moet je afvragen. Een aanleiding van de vraag. Maar we kunnen in ieder geval stellen dat het centrum van Hengelo, dat daar te veel vierkante meters winkel aangeboden worden. Maar zeg je daarom mee dat, want Hengelo kent toch een grote leegstand, dat die leegstand met het aantal vierkante meter dat we nu hebben niet wordt opgevuld puur omdat er te veel ruimte is? Ja, in feite wel. Een jaar geleden is er al een keer sprake geweest dat het kantoor vierkante meters, het aanbod, dat niet dusdanig opwoog tegenover het het overbod eigenlijk van de vierkante meters winkel die er aankomt. Mm. En dat komt met name door de e-commerce, detailisten die het niet meer kunnen of niet meer willen, zelfs vanwege leeftijd. Maar wat is er fout gegaan? Ik bedoel, je ziet dus steeds meer leegstaande winkelpanden. Momenteel zit er volgens mij een beetje een status quo in, hè? Het blijft een beetje op hetzelfde niveau hangen. Er komt van beide gaat wat af. Maar wat moet er gebeuren? En veel belangrijker is eigenlijk de vraag, wat hebben we verkeerd gedaan hier in Hengelo? Goed, wijzen kun je altijd natuurlijk. Maar wat er verkeerd is gegaan, je moet in ieder geval het winkelgebied, wat ik zo eerder al zei, ik denk dat je tussen de Telgen en de Enschedese straat moet laten. En dan van de Brinkstraat naar de Nieuwstraat een soort van acht creëren met een stuk Wemenstraat. Dan denk ik dat je dusdanig krimpt. En de overige winkel, vierkante meters, moet je met z'n allen goed over nadenken. Of je daar niet bijvoorbeeld iets van wonen moet creëren. Okay. Maar dat is het achtje waar al eerder over is gesproken, waarbij de aanloopstraten correct, worden correct, herbestemd. Correct, vind ik een uitstekend idee. Maar dan moet je de bestemming van winkelpanden afhalen, hè, in de andere straatjes. Breder maken. Hoe bedoel je? Meer dus bestemming winkel hoeven niet per se vanaf. Maar misschien kunnen we breder maken door extra bestemming wonen toevoegen. Onno Vichter, VVD. Ja, dit klinkt echt als minder regels, dus dat spreekt me sowieso altijd aan. Nee, maar dat is wel wat je ziet, hè. Dat probleem van die vierkante meters winkelruimte, dat het te veel is, dat is niet een uniek Hengeloos probleem. Dat zien we in meer steden van ons formaat. En nou, eigenlijk is maar één oplossing, zorg dat je minder alleen maar winkels, vierkante meter winkel dan je. Maar er wordt al heel lang over gepraat. Ja. Al 8 tot 10 jaar, denk ik. Ja, precies. Maar je ziet ook wel dat er nu wat meer gebeurt, hè. Want als je nu ziet bijvoorbeeld in de Telgeflat, daar zijn nu woningen. En boven Nano heet het, geloof ik, interieurzaak, daar worden nu woningen gerealiseerd. Dat vind ik wel, ja,
ik vind dat wel een mooi alternatief. En dan zorg je er ook gelijk voor dat je meer klanten in je stad hebt. Oké, Erik Muijvoort. Wonen in leegstaande winkelpanden. Ja, nou ja, op zich een oplossing. Hoeveel projecten lopen er op dit moment? We hebben nu een paar projecten. We hebben in ieder geval drie panden aan de Nieuwstraat aangekocht. Volgens mij kunnen daar 6 sociale huurwoningen in. Drie panden aan de Nieuwstraat, in totaal zes woningen. En dat is op zich natuurlijk wel een mooie oplossing voor leegstaande panden. Ja. In jouw introductie gaf jij waarschijnlijk gekscherend aan... als jullie alle leegstaande panden opkopen, is het probleem opgelost. Dat gaat wel heel erg ver. Maar ik denk wel dat je de woonfunctie goed zou kunnen benutten... om de levendigheid in de binnenstad te handhaven. Ja, dat zonder meer. Maar is het te betalen voor wel bij ons? Nou ja, niet in de mate waarin jij zo net even gekscherend zei. Maar ook. Tot waar kun je gaan? Op zichzelf, ja. Kijk, wij hebben daar natuurlijk ons eigen verdienmodel... zoals dat tegenwoordig zo mooi heet, op. Wij moeten een bepaald rendement halen. Wij moeten in sommige situaties ook toestemming hebben van de autoriteit... want wij mogen natuurlijk niet van alles weer. Hoeveel leegstaande panden kun je uit de markt halen? Ja, dat kan ik heel moeilijk zeggen. Maar wij zouden nog wel een extra inspanning willen leveren... bovenop de pandjes die we nu hebben aangekocht. Oké, zit het in de prestatieafspraken van de gemeente met wel bij ons? Dat durf ik zo niet zeggen. Op dit moment volgens mij niet. Goeie vraag, hoor. Ja, dat is een goede vraag. Ja. Zit niet in de prestatieafspraken. Nee, maar daar zouden wij wel afspraken over kunnen maken. Daar staan wij ook wel open voor. Ja, maar waarom zijn die afspraken niet gemaakt dan? Nou, misschien omdat de gemeente ervan uitging dat we het zonder prestatieafspraken ook wel doen. Ja, ja goed, dat is vrijblijvend, hè? Dan is het dit jaar niet, dan wel. Ik moet eerlijk zeggen, ik hou meer van vrijblijvendheid. In de zin van dat je het gewoon doet op basis van constructief samenwerken... dan een, laat maar zeggen, morele verplichting die de gemeente ons oplegt. Hoeveel geld heeft wel bij ons beschikbaar voor het aankopen van panden? Ja, dat kan ik niet zeggen. We hebben natuurlijk heel veel geld om nog te investeren. Weet je het niet of wil je het niet zeggen? Nee, maar ik weet het ook gewoon niet. Want het gaat natuurlijk wat wij moeten doen de komende jaren... ook op het punt van duurzaamheid. Nieuwbouw plegen, groot onderhoud, al dat soort zaken. Dat gaat om miljoenen. En ja, als je het een doet, kun je het ander niet doen. Maar het hoeft niet met deze drie pandjes op te houden. Bovendien, we hebben aan de Marskant het project Omwonen nog gerealiseerd. Mooi project. Ja, mooi project. Ja, ja. Vind ik zelf ook echt goed bedacht. In mijn beleving toch ook wel innovatief. Nou ja, dat soort van zaken. Die pand zich ervoor leent, hè? Ja, omdat... Winkels hebben vaak in een vrij diepe begane grond. Ja, daar kom je in het probleem met daglicht. Ja, ja. Ja, ik wil toch even terug naar het achtje. We hebben eerder over gesproken met het herbestemmen van die aanloopstraatjes. Als je bijvoorbeeld kijkt naar. De Drienestraat. Daar zit, als je wat Hengelo interessant maakt. Ik denk dat juist een voorbeeld is trouwens hoor. Maar daar zitten unieke lokale winkeltjes. De Drienestraat is zeer positief de laatste 5-6 jaar. Maar in hoeverre zit die bij in die 8? En in hoeverre zou je die straat dan moeten gaan herbestemmen? En wat gebeurt er met die lokale ondernemers die zich daar hebben gevestigd? Want als je kijkt naar de huurprijzen in het centrum, echt gewoon hier in het kernwinkelgebied, ja, dan gaan ze dat niet redden volgens mij. Ja, dat is denk ik waar, maar dan moet je misschien weer terug naar vroeger, waar ze dus inderdaad, en ook in de huidige tijd trouwens, de winkeltype ABC noemen. Misschien is dat wel een B-locatie. Maar is de Drienestraat doet in mijn ogen hartstikke goed. Maar ik begrijp, wel bij ons kan natuurlijk niet alle leegstaande panden aankopen. Er is een fonds, meneer. Ik vraag of wel bij ons dat allemaal zo moeten doen. Hè? Maar ik wil even naar de vraag toe. Er is een fonds van de gemeente, een vereveningsfonds geloof ik. Je haalt de winkelbestemming van een pand af. Je maakt er bijvoorbeeld een woonbestemming van. Ja. En die eigenaar leidt dan verlies. Hè, op die, want die bestemming is minder waard dan. Wonen is minder duur dan bedrijf. Hoe vaak is dat fonds aangesproken? Ik weet niet, maar het is wel belangrijk. Hè, want je hebt, we zeggen we willen dat centrum wat kleiner hebben. Maar je hebt inderdaad ook ondernemers die aan de rand zitten. En daarvoor is dit fonds ook om te helpen met verhuizen naar de binnenstad. Ja, maar hoe vaak is het aangesproken, dat fonds? Dat zou je een wethouder moeten uitnodigen, geloof ik. Maar we praten toch over minder winkels, compacter maken van het centrum. Dan is dat fonds toch heel belangrijk? Precies. En volgens mij wordt het daar ook voor gebruikt. Ik heb daar geen cijfers van hoe dat nu is. Maar moet je dan niet nakijken of dat fonds vaak gebruikt wordt? En als dat niet zo is, moet je daar dan niet vragen over stellen? Dat zou zomaar kunnen. Je kan ook Gerard Gerrits een keer uitnodigen. Die kan er vast alles over vertellen. Die komt volgende maand. Die komt volgende maand. Het is de vraag. Wel bij ons koopt een aantal woningen. Dat is niet genoeg. Dus dat fonds heb je ook nodig. Het hoeft niet allemaal wel bij ons te zijn. De Telgeflat bijvoorbeeld is ook niet van wel bij ons. Nee, maar fonds heb je nodig. Maar dat is echt niet het enige wat Hengelo nodig heeft om er weer bovenop te komen. Nee, dus en. Ja, precies. Ja. En er is al heel veel in gang gezet. Ik merk wel dat er een veel positievere energie heerst in de stad. Kijk, toen de VND wegging, dat was
nou, best wel een drama. En de vraag was gelijk van, wat gaat er allemaal gebeuren? Dat blijft een groot gat. En nou ja, wat moet je met dat pand? De CNA die zegt van, ja, wij willen niet in het pand blijven waar we nu zitten. En je ziet gelijk dat er allemaal initiatieven komen van, we willen woningen realiseren, we willen beneden kleinere woningen. Dat is een positief gedacht, want wij horen ook andere dingen. Namelijk heel negatief dat in de nasleep van het vertrek CNA ook andere bedrijven zullen overwegen om te vertrekken. Er is nogal wat, CNA, Christian de Kinkelder. CNA vertrekt uit een stad als Hengelo, 80.000 inwoners. Wat betekent dat voor zo'n stad? Wat betekent dat voor... Dat is een aderlating, dat is nooit goed. Alleen, je moet je ook realiseren dat een grote keten tegenwoordig landelijk... die gaat niet meer naar een stad van 80.000 inwoners. Dus het is te voorspellen dat die... Het was te voorspellen dat die weggaat. Ik denk dat inderdaad de komende jaren misschien nog wel een paar keer vaker zit. Krijg je vanuit jouw functie vragen over? Als bedrijfsmakelaar? Nee, niet. Je houdt dat niet tegen... En ik denk dat je het ook niet moet willen tegenhouden. Je moet alleen goed nadenken over de acht die ik zojuist noem. Dat je daar een goede oplossing voor doet. En ik vind de gemeente Hengelo trouwens, wat dat betreft. De Enschede straat perfect. Ik liep er vanmiddag nog even door, excuus. Maar je ziet dat die beide zijkanten van de Enschede straat weer naar elkaar toe komen. De wethouder zegt, er is nog een kans dat CNA blijft. Maar in feite zeg jij dus dat zo'n groot concern er niet meer voor kiest. Dat zou me niet verbazen, laat ik het dan zo dat zeggen. Ze gewoon niet meer terugkomen. Maar wat betekent dit nu? Want er zijn allerlei plannen om een marktplein in te gaan vullen. Er komen ruimtes komen erbij. Die moeten op een duurzame, commerciële manier moet die worden ingevuld. Maar er zit daar een beeldbepalend pand, groot pand. Het werd net al gezegd, V&D is weg, CNA trekt nu ook weg. Wat betekent dat voor die invulling voor een marktplein? Ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Je kunt zo'n CNA-pand op de begane grond, is dat... dacht ik 400-500 vierkante meter. Die kun je ook opdelen in drie van 150. Dat is ook het plan dat de makelaar heeft geschetst? Wonen daarboven, geloof ik. Ja, wonen daarboven, dat is sowieso goed. Er is altijd vraag in de huidige tijd naar extra woningen. Dus dat is altijd goed. Maar wel tot drie winkelunits op de begane grond. Hè? Ja, nu dat ene grote CNA-pand. Straks drie winkelunits. Ja. En net aan het begin van de uitzending zei je al... van Hengelo heeft eigenlijk te veel meters... Nee, eens. Alleen voor de ondernemers, lokale ondernemers... zijn de kleinere winkelunits zijn eigenlijk niet in de aanbieding. Niet. En dat zie je volgens mij ook in die trend. Hè. Wat je aangeeft, hè, we moeten ons natuurlijk niet met Enschede vergelijken... wordt altijd gezegd. Hè. Enschede heeft natuurlijk de Primark en dat is het grote. En wij kunnen ons juist... verkopen, zeg maar, door juist kleinschalige, leuke winkeltjes te hebben. Die, waar wat meer service is, waar wat meer tijd is. Ja, en daar passen dan drie kleinere panden, denk ik, wel beter bij dan... dan dat we aan het doodpaard gaan trekken om een groot winkelcentrum maar wat Christian te halen. Zegt is, die zijn er niet voldoende, hè, die kleine units. Nee, precies, dus daarom is het ook in die zin... Weer mooi dat daar straks kan. Ja. Maar is de prijs er dan ook naar? Dat een lokaal ondernemer, een kleine, unieke lokale ondernemer zich daar kan vestigen? Ja. Ja, daar moet de eigenaar van het pand ook in meedenken. Ja. Maar ze kunnen het ook leeg laten staan. Want dat zal de reden zijn waarom juist die aanloopstraatjes... waarom daar die lokale ondernemers zich vestigen. Uiteindelijk is het marktwerking natuurlijk. Als het lang leeg staat, zal er uiteindelijk wel een keer een invulling in. De prijs gaat een keer omlaag. Nou, het is ook heel lucratief om een pand leeg te laten staan, fiscaal. Maar wat ik wil vragen is, de prijzen in Hengelo, vastgoedprijzen, bedrijfsvastgoed... lopen die uit de pas of loopt dat een beetje parallel met wat er in Hengelo wordt gevraagd? Of? Dat loopt wel redelijk goed. Er worden geen rare dingen gevraagd. En op het moment dat er wel rare dingen gevraagd worden, dat zie je ook in het aanbod. Dat staat meer dan een jaar leeg. Ja. Dus dat is niet bijzonder, maar wat mijn collega naast mij zojuist al zei... Of, collega is niet meer. Ja, nou ja, jullie worden tafelgenoot. Tafelgenoot. Ja. Je moet je eigenlijk ook niet willen vergelijken met een Enschede waar een Hutsens bij tigduizend. Almelo is hetzelfde probleem. Ja, maar ik vraag me af of Almelo het überhaupt verstandig is. Want als je vergelijk je altijd met een gemeente die het net even iets beter doet. En dan krijg je zo'n teleurstellende discussie. Als relatieve buitenstaander, als ik het zo maar zeg, ik woon dan niet in Hengelo, maar in Bonnewede heel dicht tegenaan. Ja. Verbaast het mij altijd dat er toch redelijk veel geklaagd wordt over wat er in het winkelcentrum gebeurt en op andere plekken gebeurt. En wij zijn afgelopen vrijdag met, ik denk, een 12 of 14, 15-tal raadsleden rond geweest. Weliswaar niet in het centrum, maar in allerlei wijken waar we dingen gedaan hebben en nog gaan doen. Ja, en dan als je elkaar dan laat zien waar je mee bezig bent... dan ontstaat er ineens een heel andere sfeer. En volgens mij zouden we daar ook naartoe moeten. En dat snap ik wel, dat als CNA weggaat en je hebt leegstand... ja, dat wel teleurstellend is.
Maar misschien zijn er in het verleden niet zo heel veel dingen fout gegaan. Maar is dit gewoon de tendens van het huidige winkelcentrum op allerlei plekken in Nederland? Dat is volgens mij de realiteit. Digitalisering neemt toe. Daar kom ik eigenlijk uit bij wat al heel lang wordt gezegd. Hengelo is niet echt meer de winkelstad, een winkelstad. Hengelo is een verblijfstad. Hengelo is wel een winkelstad, maar niet voor de recreatiewinkel. Wat bedoel je daarmee? Naar Enschede kun je een dagje uit. Ja, een dagje uit, dus je gaat winkelen. In Hengelo ga je specifiek voor je spijkerbroek. Ja. Maar wat moet je dan veranderen aan de binnenstad, als je het al zou willen veranderen, om toch weer meer reuring, weer beleving hier in het centrum te kunnen krijgen? Want een lokaal ondernemer die houdt er niet vol op één spijkerbroek op dag natuurlijk. Nee. Eens. Enschede is draad, is een goed voorbeeld wat er nou uitgevoerd wordt. Dus herinrichting openbare ruimte is een voorbeeld. Ik denk dat je moet het weer aantrekkelijk maken inderdaad. En op welke manier of je dat doet, ja, daar ben ik denk ik ook niet de juiste persoon voor. Maar dat moet je met elkaar bedenken. Als Hengelo verblijfstad is, moet je dan niet veel meer ruimte geven aan de horeca? Bijvoorbeeld op het Marktplein. Laat ik die vragen stellen aan Onno Vichter. Ja, dat zou heel goed kunnen. Op dit moment hebben we natuurlijk gezegd, we willen dat dat plan waarvoor is gekozen door de inwoners gaan realiseren. En daar hebben we een datum bij gezet. Dat moet voor 1 april 2019 moet daar een invulling voor zijn. En anders gaan we naar wat anders zoeken. En wat dat allemaal is, daar wil ik nu nog niet over gaan speculeren. Want volgens mij moeten we er eerst voor zorgen dat we dat plan zoals het er ligt, dat we dat gaan doen. Maar goed, mocht dat verder gaan, dan is natuurlijk er van alles mogelijk. Maar goed. Maar er is een deadline opgezet, 1 april 2019. Maar met als gegeven de leegstand die er al is, zou je dus een duurzame commerciële invulling moeten vinden voor het Hijsgebouw, hè? Dat daar gebouwd, de replica. Ja, precies. En het idee was natuurlijk dat daar allemaal reuringen zo ontstaan. Nee, maar luister even naar mijn vraag. Ja. Daar zou een invulling moeten worden gevonden voor dat pand. Hoe kijk jij daar tegenaan? Is dat haalbaar? Is dat niet haalbaar? Ja, dat vind ik, kan ik lastig zeggen. Maar je hebt straks Bart van Waker aan tafel, geloof ik. Dus die kun je dat heel mooi vragen. Ja. En we hebben gezegd dat we daar een culturele invulling voor willen krijgen. Die er ook daarbij dat ook wel zichzelf een beetje moet kunnen bedruipen. Dat niet het een volle map voor de belastingbetaler wordt. Nee. Dus dat zijn de kaders. En volgens mij is Bas van Waker hard aan het werk om daar een invulling voor te krijgen. Kan Hard Gallery erin? Want Hard Gallery is hier ook. Die komen straks ook aan tafel zitten. Kan Hard Gallery daarin? Ik heb geen idee. Volgens mij hebben zij financieel wat moeilijkheden. Dus ik weet niet of zij dat pand kunnen betalen. Ja. Maar goed, Bas is druk bezig. Bas van Wakeren met een invulling vinden voor dat pand. Dus, oké, Christian, hoe kijk jij daar tegenaan? Invulling van het Hijsgebouw, dat nieuwe, die replica. Gezien gegeven de leegstand. Ja, oh, ik zie je lachen. Ja. Ja. Nee, maar goed. Is een antwoord. Wil je daar een fruithal van maken? Of wil je de winkels bij in doen? Of wat wil je ervan maken? Dan? Cultureel. Ja, maar goed, volgens mij zijn er heel veel plekken waar dat al wel kan. Dus? Denk er nog eens goed over na. Oké. Nou, dat is inderdaad. Misschien dat we er moeten gaan wonen dan straks in het huiscomplex. Ja, wonen. Wel bij ons gaat daar appartementen bouwen. Is in algemeenheid denk ik dat het versterken van de woonfunctie in de binnenstad best een goede beweging is. Ja. Ik vind wel dat je de binnenstad ook binnenstad moet laten zijn. Hè, want als het alleen maar wonen zou zijn, dan is het ook niet de bedoeling. Dat kan ook niet. Nee, precies. Nee, dat moet je niet willen. Ja, precies. Maar voor sociale controle en levendigheid, ook op zondagmiddagen of zo, is een woonfunctie natuurlijk best een goede functie. Dat compacte maken van het winkelcentrum en daarbij het herbestemmen, meer woonfuncties geven aan wat nu winkelpanden zijn. Gerard zei het net al, wordt al een jaar of acht over gesproken als het niet langer is. Ja. Wanneer pakken we door? Want ja, maar steeds je zou moeten proberen, denk ik, om wat bredere bestemmingen op panden te leggen. Want daar lopen we natuurlijk over het algemeen nog wel redelijk veel tegen aan. Dat de bestemming heel eng gedefinieerd dus is. Dus winkelwonen. Winkelwonen zou bijvoorbeeld al een kantoren zou wat mij betreft ook kunnen. En ik snap wel dat dat bij de gemeente op problemen zou kunnen stuiten. Omdat je natuurlijk allerlei onderzoeken hebt die zeggen van, joh, je moet dan de diverse functies bij elkaar optellen. En dan zou je en te veel wonen hebben als je alles wonen zou doen. Ja. Of te veel detailhandelsfuncties. Ja. Maar het zou wel helpen, daar zou wel eens goed naar gekeken kunnen worden om wat meer dubbelbestemmingen of wat bredere bestemmingen op de Oké, met een van die dingen, dat zijn, ja, dat klinkt heel ambtelijk ineens, dat zijn die wooncontingenten natuurlijk, hè, wat wij van de provincie aan woningen mogen realiseren. Ja. En daar gaan steeds meer stemmen op. Om ervoor te, en dat is ervoor dat je niet overal maar woningen blijft bouwen en weilanden volbouwt. Maar wat je juist, die contingenten die houden juist tegen dat er in centra veel meer gebouwd wordt. Dus je hoort ook wel binnen de provincie, daar ben ik wel heel blij mee, steeds meer het geluid van ja, maar in die binnensteden zouden we die daar nou niet uit kunnen laten. Hè? Dat je dus ervoor zorgt dat je daar, dat je die niet mee hoeft te tellen in het geheel.
Dat zou natuurlijk ook weer een stap zijn om meer woningen te kunnen realiseren. Ja, dan krijgen we misschien overschotten. Dan gaan gemeenten heel erg op die binnenstad fixeren. En overschotten aan woningen. Nou, zou het toch mooi zijn als hier meer woningen komen? Ja, voor jij. We moeten het onderwerp gaan afronden. Ja. Ik heb nog wel een vraag. Want we hoorden, we zagen jou net even kijken toen het ging over hoe gaan we het huiscomplex nou invullen. Van, een beetje bedenkelijk. Maar nog eens over nadenken. Nog eens over nadenken. Ja. Maar de toekomst van Hengelo, binnenstad, met herbestemmen, breder bestemmen. Positief? Ja, heel positief. Er zit heel veel energie in, merk ik op het moment. Dus, wel positief. Komt het goed met Hengelo binnenstad? Ja, zeker. Je ziet ook afgelopen vastgoedrapportage de cijfers weer omhoog gaan. Ja, maar is dat de economische ontwikkeling, zeg maar de groei die er nu weer is? Of is dat beleid van Hengelo? Ik kan niet in een glazen bol kijken, heb ik niet. Nee, heel goed. Wonen we straks allemaal in de binnenstad? Nee, dat is niet te hopen dat we allemaal in de binnenstad wonen. Nee, ik denk dat je de woonfunctie moet gebruiken op juiste plekken om leegstand tegen te gaan. Maar primair is natuurlijk het mooiste om een binnenstad te hebben met veel detailhandel. En hoeveel jaar gaat het duren nog? Ja, ik denk dat het nooit afgelopen is. Een ontwikkeling blijven, in de binnenstad. Blijven de winkels in de binnenstad? Dat is mijn laatste vraag. Ja, daar ga ik wel van uit. Ik geloof niet dat ondanks dat het digitale kopen en dat soort dingen, dat winkels in de binnenstad er niet meer zullen zijn. Er zitten 100 ambtenaren bij. Ja, precies. Ja. Nou, dat werkt ook. Maar wij moeten ons wel realiseren dat detailhandel natuurlijk er heel anders uitziet dan 5 of 10 of 15 jaar geleden. Oké, dan blijven we volgen. Waarschijnlijk volgende maand Gerrit Gerrits. Ongetwijfeld gaat hij er verder. Ja, dan gaan we daar verder over praten. We sluiten dit onderwerp nu even af. Ja, want we gaan over naar de nominatie voor de persprijs. Ja. Ja. We hadden net al aangegeven vorige maand de voedselbank Midden Twente. Ja. En volgens mij heb jij dat nu gedaan. Heb je ze met een smoes hier naartoe gelokt? Ja, inderdaad, met een smoes. Ik zou terugbellen. Want waar gaat het dan over? Waarom moeten we hier zijn? Ja. Ik zou terugbellen, maar ik heb net gezegd, jij bent helemaal vergeten. Dus kijk, zo'n nominatie was dit keer ook spannend. Want wij nomineren, maar er zijn heel veel gegadigden eigenlijk die een nominatie verdienen. Het gaat om een positieve bijdrage aan de stad Hengelo. Er is heel veel negatiefs, maar wij willen ook iets positiefs uitdrukken via de nominatie. Positief, aansprekend, zoveel mogelijk Hengelo'ers op weg helpen, op een goede manier. Ja, en zeg het maar. Nou, voor deze, deze nominatie, die gaat naar ateliers. Ja, dus Brigitte van Diemen. Ateliers van Avelijn. Van Avelijn. Want voor degene die het nog niet weet, ateliers is het. Het is een dagbestedingsproject van Avelijn. Ja, doe maar. Ja. En het is waar mensen in een beschutte omgeving hun creativiteit en artisticiteit kwijt kunnen. Ja, correct. Ja. Ja. Hoeveel deelnemers praten over? We hebben ongeveer tussen de 40 en 50 deelnemers per dag ongeveer. Ja, varieert een beetje. En even voorstellen, wie ben je? Ik ben Brigitte van Diemen. Ja, precies. Ja. Ik werk op ateliers als begeleider. Ja. Ja. En wat wordt er gemaakt? Praten we schilderijen, praten we sculpturen? Kijk, de meldt zich nog spontaan iemand. Ja, dat is Daniel. Dat is een van onze kunstenaars. Ja? Ja. Eigenlijk wordt er van alles gemaakt binnen ateliers. Eigenlijk alles wat maar op creatief gebied en kunstzinnig gebied gemaakt kan worden, wordt daar gemaakt. Ja. En Daniel, die laat nu even wat aan je zien. Mag ik het laten zien in de camera? En jij bent een van de kunstenaars. Ja, ik ben... Ja, tuurlijk. Ja, zeker. Goedenavond, ik ben Daniel Charles Oostam. Ik ben kunstenaar bij Atelier Z. En er gaat binnenkort ook een mooie schilderij van mij naar de oud-wethouder Jan Bron. Oh, dat zal hij leuk vinden, dat weet ik zeker. Ja. En er gaat ook een schilderij van mij naar de oud-burgemeester Frank Kerkhardt. Gaan we overklappen. En ik heb vroeger ooit, volgens mij is dat wel in 2005 of zo, heb ik ooit een keer een stoel beschilderd voor Frank Kerkhardt. En die was in 2005 vast die klaar met het wapen van Hengelo erop. Mooi. Heel secuur geschilderd. Hoe belangrijk is ateliers voor jou? Ateliers is heel erg belangrijk voor mij. Ik ging stage lopen van toen in 2003, februari 2003, toen was ik een jaar of 17. En toen heette het nog Atelier Artistiek. Toen zat het nog aan het S-Rijn. En toen was Edo Soepan, dat is een bekende kunstenaar uit Hengelo, en die komt ook uit Slovenië, die was toen mijn begeleider. En
Toen, ik liep daar toen stage. Want mijn stagecoördinator heette Harry Wevers. Want ik kwam vanaf VSO de Huifkar naar stage lopen. En eind december 2004, een week na Sinterklaas, kwam ik werken bij Atelier Artistiek. Oké. Plus mijn stage is het denk ik een jaar of 15. Ben je daarmee de langzittende bij ateliers? Nou, nee. Het zijn nogal wat. Die zitten er nog veel langer. Waarschijnlijk wel de best verkopende. Ja, de best verkopende. Ja. Ik heb... Hoort in die stickers alweer? Gewoon stickers. We hebben gewoon stickers gemaakt. En ik heb een sticker van mijn kunstwerk van het Stadhuis van Hengelo gemaakt. Een heel mooi logo. En daar gaan we nog leuke dingen mee doen. Ja. Oké. Ik wil nog even een vraag stellen aan Brigitte van Dieren. Ja, kunstproducten. Want we begrijpen het, er wordt geëxposeerd, maar er wordt dus ook volop verkocht. Uitgedeeld? Verkocht. We hopen altijd erg graag dat er veel mensen binnenkomen. Mm-hmm. Dat is ook wel een beetje een probleem bij ons. Daarom maken wij dus ook elke keer van die leuke acties en bedenken we elke keer met wat. Veiling, Bas van Waker, en exposities. We hebben een weggeefbon. Deed je het goed trouwens, Bas van Waker als veilingmeester? Ja, het was kort maar krachtig. Hij was kort maar krachtig, oké. En waar zijn jullie gevestigd? Waar kunnen we jullie vinden? Wij zitten achter HEMA in de Steinstraat, Kroonjeerstraat. Dus eigenlijk daar zo binnenlopen? Ja, op werkdagen. Okay. En daarom bedenken wij ook elke keer weer nieuwe acties. Omdat wij zo graag willen dat meer mensen binnenkomen. Ja. En dan kun je gewoon rondkijken. En dan hebben we een kunstuitleen. Maar ook gewoon kijken hoe onze cliënten aan het werk zijn. Okay, en dat vinden wij belangrijk. Daar gaat het niet om de verkoop. Oké, het is dus zo. Jullie zijn genomineerd in oktober. Vorige maand Voedselbank. Ja. In juni 2019 duurt nog even, helaas. Hebben wij 10 nominaties en dan ontstaat er een publieksprijs. Mensen kunnen dus via de websites van de krant en radio stemmen. En een persprijs. Juni 2019 wordt allemaal duidelijk of jullie de winnaar zijn van dit seizoen. Hartelijk bedankt. Vandaag zijn jullie in elk geval genomineerd. Ja. Dankjewel. Gefeliciteerd. Daar hoort bij deze fles wijn. Lekker. Gefeliciteerd. Dankjewel. En we zien jullie sowieso heel graag terug in juni. Ja. En dan horen we wie er met de persprijs naar huis gaat. En ik heb nog een telefoon die niet van mij is. Kijk eens, alsjeblieft. Dankjewel. Nou, en volgens mij gaan we dan, want hij staat al in de stadblokken, ook gewoon meteen maar door met Pier van Dijk. Met beschaafd amusement. Geachte aanwezigen, beste mensen. Dinsdag 2 oktober jongsleden bezocht ik weer eens een aflevering van De Raadsvergadering. Een theatervoorstelling voor het hele gezin. Met in de hoofdrollen Sander Scheldberg als geheel zichzelf, Mariska ten Heuw als strenge meesteres. De voorstelling was deze keer in de middenzaal van ons prachtige schouwburg. Ik had grote behoefte aan een gezellig avondje uit. Gratis en voor niets. Met hapjes en drankjes. Op de koop toe. Voor mensen die nooit naar het theater gaan, het zijn voorstellingen à la Theater van de Lach. Van Wijler John Lantink. Met veel open deuren en hilarische momenten. Er was maar weinig publiek. Vanwege mijn keuzestress bij de aanblik van zoveel lege klapstoelen ging ik met Is deze plaats nog vrij? Op de bovenste rij naast Radio Hengelo TV zitten. De voorstelling kon beginnen. Voor de pauze vormde de eetaflegging door de burgemeester veruit het hoogtepunt. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Waarna applaus, bloemen en zoenen. Na de pauze stal wethouder Gerard Gerrits, VVD, met een goochelact veruit de show. Op bevel van Rode Mariska roerde hij met een natte vinger in zijn hoge hoed, toverde quirlandes van wel 6 nullen tevoorschijn, waarmee hij vrolijk in de rondte draaide. Zulke bedragen wil de gemeente nu eenmaal niet opbrengen voor de beeldende kunst. Dus wordt de Bataafse kamp gewoon verkocht.
Hengelo Appartementenstad. Volgens de projectontwikkelaar, jawel, die van de Ariënschool in het Badhuis, moeten er dan wel één of meer torenflats in het park worden bijgebouwd. Anders kan het financieel niet uit. Bullshit. Woeker en bedrog. Natuurlijk kost het behoud van de Bataafse Kamp voor Kunst en Cultuur het een en ander. Maar zo wat. Geld is er genoeg. En bij de provincie, het Rijk en de EU valt nog heel wat te halen. Lees ik de laatste tijd steeds vaker in de krant. Dus, huppakee, in de auto's met chauffeur. Ik ga wel mee, niet dralen, maar halen. Oh ja, mijn fijnpleinplan levert ook nog eens zo'n slordige 2 miljoen op. Maar tot mijn stomme verbazing hoor ik daar helemaal niemand over. Er is kennelijk geld als drek. Op 5 september had ik op mijn verzoek een gesprek met wethouder Bas van Wakeren, pro Hengelo, over het manifest Kort en Krachtig van 074 pk. Dit manifest gaat onder andere over een ruimte. Inmiddels wordt er al een maand koortsachtig overlegd over de eerste etage van de Bataafse Kamp. Het zou de gemeente wel eens, schrik niet, zo'n 10.000 euro per jaar kunnen gaan kosten. Ik ben niet boos, maar woest, meneer Vennegoor van de SP. Vooral vanwege de recente gang van zaken met betrekking tot de Bataafse Kamp in het licht van de lokale kunstgeschiedenis, de verkiezingsprogramma's en de verkiezingsretoriek. De laatste 50 jaar zijn de mogelijkheden voor de professionele beeldende kunst door het beleid van de gemeente gereduceerd tot bijna nul. En probeert het particulier initiatief, zoals onder andere 074 PK, Hartpool, Hart Gallery, deze stad nog enige smoel te geven. De gemeente moet zich schamen en maar pronken met andermans veren. Waar zijn Jos Rekrink, VVD en Wiert Wiersma, pro Hengelo, met hun prachtige plannen voor de Bataafse Kamp in godsnaam gebleven? Al luchtfietsend weggezakt in het prettige plush van de coalitie, waarna beide gekneveld door de strenge meesteres? Tot op heden weten de kunstenaars van 074 PK nog steeds niet of zij op de eerste etage van de Bataafse Kamp om niet en voor zolang het mogelijk is tentoonstellingen kunnen organiseren voor stad en ommelanden. Bezetten dan maar. Als het moet, laat ik mij op een sokkel monteren en door de ME als standbeeld naar buiten dragen, richting plantsoen, als bijdrage aan Hartleen. Geachte burgemeester, beste Sander, in je eerste ambtstermijn stak je een kaarsje op voor het behoud van Siemens in Hengelo. Zou je nu, in je tweede ambtstermijn, 2 kaarsjes willen opsteken? Graag met de volgende smeekbede. Heilige Maria, moeder van God, zou u ervoor kunnen zorgen dat 074 PK spoedig de eerste etage van de Bataafse Kamp ter beschikking krijgt en dat voor Hart Gallery op korte termijn voldoende financiële middelen gevonden worden? Amen. Mochten deze kaarsjes met smeekbeden van de burgemeester niet het gewenste resultaat opleveren, dan ben ik niet voor niets van mijn geloof gevallen. Vrolijk voorwaarts. Dames en heren, Bas van Wakeren, wethouder Bas van Wakeren. Hans de Gruil, voorzitter in de Schreeuw Erfgoed, hè, hier. Jan Noltes, voorzitter Hart Gallery. En we hebben Johan de Jong, directeur Metropool. Ik wil even naar de wethouder, Bas van Wakeren. We hebben het gebed gehoord van Pier van Dijk. Ja, hij hoopt toch op iets. Zeg maar, die eerste etage op het Bataafse Kamp. Hoe zit dat nou? Mag ik eerst wat anders zeggen? Ja. Ik ben 4 maanden wethouder en ik heb als wethouder cultuur, maar ook als wethouder welzijn, heel veel bijeenkomsten mogen bezoeken. En eigenlijk de meest bijzondere bijeenkomst waar ik het met het meeste plezier naar terug, er zijn heel veel leuke bijeenkomsten geweest,
was de uitreiking van de Wolfenkampprijs. Woensdag was daar de koning nog. En Jan heeft met zijn bestuur in 2 dagen tijd daar een fantastische tentoonstelling uit de grond getrokken in de ROC. De bijeenkomst zelf was ook een geweldige goede bijeenkomst. Goed georganiseerd. En ik wil toch graag jou en jouw medebestuursleden daarvoor een groot compliment maken. Okay, ja, maar tegelijkertijd zegt Pier van Dijk hier net wel, gemeente ga je schamen. Ja, die waar blijft dat geld en waar blijven die mogelijkheden voor kunst? Nou, eerst hebben we die eerste etage van de Bataafse kamp. Want dat zat in het gebed. Ja, dat klopt. De Bataafse kamp, daar wordt nu aan gewerkt. Wat gaan we daar in de toekomst mee doen? Er komt binnenkort een brief aan de gemeenteraad. De Bataafse kamp is in handen gegeven van ad hoc. Ja, Antikraak. Antikraak, zij beheren... Ja. Nee, dat weten we, ad hoc. Maar ik weet niet of iedereen dat hier weet. Maar wat goed. Kan Pier van Dijk verwachten? Nou ja, ik heb tegen Pier van Dijk gezegd... neem nog contact op met ad hoc. Daar zijn ruimtes leeg, daar kun je tijdelijk in. Maar dan moet je betalen, huur. Nou ja, daar kunnen we nog over praten. Ja, kijk, die huren zijn dusdanig laag. Ik zeg hier niks toe, maar daar is natuurlijk wel over te praten. Dat moet zelfs een kunstenaar kunnen betalen. Nou ja, en misschien is daar kan wil ik als wethouder nog wel kijken wat ik daar... Maar waarom wordt de organisatie als ad hoc ingezet om die ruimte boven de Bataafse kamp te verhuren? Kan de gemeente niet gewoon zelf boven de Bataafse kamp, nee. Ad hoc wordt vaker ingezet om ruimtes, gebouwen, waar een discussie over is, wat gaan we ermee doen, om die te beheren. Ja. Zij zijn daarin gespecialiseerd. Dus er zijn nu allerlei mensen die... inwoners van Hengelo, die daar ruimte zien, waaronder kunstenaars. En begrijp ik nou goed dat Pier van Dijk zich en anderen die eventueel daarin willen... Hè, ruimte willen huren, dat ze zich moeten wenden tot ad hoc. Ja. En als het geld gaat kosten, dat ze zich nog eventueel bij de gemeente kunnen melden? Als ik even interroperen, dat geldt voor Pier en geldt voor ons ook. We hebben een bericht gehad van de ambtenaar en die is aan het onderzoeken of zowel station... of de 74 PK en Art Gallery op het Bataafse kamp gevestigd kunnen worden. En het is, daarvan zijn we in afwachting van het antwoord. Dus de ambtenaar onderzoekt op dit moment de mogelijkheden. Okay. En volgens mij is dat ongeveer 4 weken geleden hebben we daar bericht van gehad. Dus we zijn in afwachting van het antwoord. Okay. En ik begrijp de problematiek wel, want de gemeente heeft het uit handen gegeven aan het ad hoc. Dus op het moment dat je als gemeente iets van die ruimte wil gebruiken, moet je gewoon betalen zoals dat contractueel is. Had de gemeente dit uit handen moeten geven aan ad hoc? Nou ja, als er geen andere bestemming is, kan ik me voorstellen dat je dat uit handen geeft om dat te doen. Maar je zou kunnen zeggen van, deze plek biedt heel veel mogelijkheden voor de stad. Het is in bezit van de gemeente. Men wil het nu gaan verkopen. We gaan elders weer fors investeren in de stad, buiten het centrum. Dit was natuurlijk wel een hele mooie kans geweest om een aantal culturele instellingen op één plek bij elkaar te brengen. Oké, maar nog even dit, Jan. Zat ook in het gebed van Pier van Dijk. Art Gallery, geef Art Gallery voldoende armslag financieel om te doen wat ze willen doen. We hebben in de brandbrief begin dit jaar aangegeven dat het niet is. We hebben een aantal financiers die ons geholpen hebben, omdat ze dit initiatief voor de stad zo heel belangrijk vinden. Voldouw en Rabo. Ja. Die doen het al 3 jaar lang. Die houden ons in de been. Maar wel met de achterliggende gedachte dat na 3 jaar toch wel eens een keer de ogen open moeten gaan dat het goed is voor de stad. Die 3 jaar zijn nu voorbij. Die 3 jaar zijn eind van het jaar voorbij. En als wij niet deze maand iets concreets horen dan... En ik wil er nog wel iets aan toevoegen. Voldouw zegt ook van wij zouden best nog wel door willen betalen. Maar wij zijn niet het subsidieloket van de gemeente. Mm-hmm. Wij willen best doorbetalen, maar dan moet de gemeente ook bijdragen. Dus nou, pas van Wakker, dat is al eerder inderdaad ook aangegeven. 1,5 ton heb je nog dit jaar nodig. Nee, dat is niet waar. En een ton jaarlijk structureel. Nee, er ligt een ambitieplan waarin we zeggen, dit zouden we heel graag willen, dat kost 1,5 ton. Ja. Maar als we een aantal dingen niet kunnen realiseren, dan zijn we met 50.000, 60.000 euro ook al aardig in de weg. Dan kunnen we in ieder geval onze programmering al in stand houden. Pas van Wakker, wethouder. Nou ja, het was 1,5 ton, het is nu 60.000 euro. Ja, dat hoor ik nu ook. Ja, we moeten niet de indruk wekken dat de gemeente alleen maar bezuinigt. We geven de aankomende jaren 465.000 euro extra uit aan de Schouwburg. Wij geven de aankomende jaren 105.000 euro extra uit aan OIFO. Dus het beeld dat wij alleen maar aan het bezuinigen zijn, is dus niet correct. Wij geven zowel de Schouwburg als OIFO de aankomende jaren... Ja, op die veel terreinen gaat het goed, daar hoor je ook geen klachten over, maar dan, de beeldende kunst. Ja, we hebben dus een coalitieprogramma, dus een kaderbrief naar de gemeenteraad gegaan, waarin staat wat de financiële positie is. Dat is vertaald in de begroting.
En daar zit geen 150.000 euro of 60.000 euro voor hardgalerie. En dat is jammer, dat betreur ik. Maar het is wel een feit. Er wordt gezegd, ook door Pier van Dijk, het geld stroomt binnen. Dat is dus niet zo. Ik heb al ook 10 september, zat ik hier ook, gezegd dat wij 8,7 miljoen euro moeten bezuigen in het sociale domein. Ja. Dus er is geen extra geld op dit moment. Maar zijn er geen afspraken gemaakt, en verbeter me maar als ik het fout heb, dat hardgalerie zich van een bepaald moment zelf zou moeten kunnen bedruipen? Nee, die afspraken zijn niet. Kijk, het is een particulier initiatief. Het particulier initiatief is bedoeld omdat wij vinden, maar ook de deelnemers van Haarpool, we hebben al 50 hengelo's die echt fors financieel bijdragen. Zo'n 1000 euro per jaar, zeg maar. Daar doen we onze activiteiten van. Omdat die mensen dit belangrijk vinden voor de stad. De beeldende kunst is een belangrijk onderdeel van de stad. We hebben de podiumkunsten, we hebben de popmuziek, we hebben de bibliotheek, we hebben OIVO, allemaal heel goed. Maar de beeldende kunst hoort daar een belangrijk onderdeel van. Dat zal iedereen onderschrijven. En wat Pier ook zegt, kijk, als we naar het verkiezingsprogramma van zowel Pro Hengelo als de VVD kijken, dan hadden wij dus echt wel verwachtingen dat in dit nieuwe college er toch wel spijkers met koppen geslagen worden. Maar wij willen bijvoorbeeld ook, wij begrijpen jouw verhaal heel goed, maar we willen bijvoorbeeld ook weten, wat gebeurt er dan met die collectie van 1000 werken? Ja, dat is een goed idee. En weet je, dat is een heel vreemd verhaal, want die collectie is aangekocht door iemand voor 35.000 euro. Niemand weet wie. Nee. Maar het is gemeenschappelijk, het is gemeentebezit. Van ons allemaal. Nee, het is helemaal geen gemeentebezit. Maar nou is het bezit van één persoon. Nee, het was bezit van de stichting. Het is eigendom van de stichting. Het is geen gemeentebezit. Het is eigendom van de stichting. En een particulier heeft dat geld neergelegd om die collectie te kopen. Ja, maar niemand weet niet. We zijn burgerlijk ongehoorzaam geweest. Maar dat is de enige manier om hier in de stad iets voor elkaar te krijgen. Maar die collectie is misschien veel meer waard. Nee, die collectie is niet waard. We hebben het uit en daarna laten onderzoeken. Die collectie is niet weer wat. Nou, verdiep je in de materie wat op dit moment... Jan, de vorige wethouder was er heel duidelijk over. Erik Lievers, die taxateur. En waar is meneer Lievers nu? Wat is die dan? We hebben toch van meneer Lievers weg? Ja, nee, goed, hij heeft een andere post. Meneer Lievers kan van alles roepen in de krant, maar je moet zich goed laten informeren. De beelden, de kunst, en met name, dat zullen andere kunstenaars zien. We hebben nu volgende week een tentoonstelling in Hard Gallery van Hengeloze kunstenaars. Die kunst verkopen niet duurder dan 500 euro. Dan moet je maar eens komen kijken hoeveel werken dan verkopen. Maar wij volgen het. Maar bij die grote collectie van 1000 werken zitten ook werken van Corneille. Waar zijn die? Ja, wat dacht je van een werk van Corneille? Ja, maar waar zijn die? Waarom zien we... Zit allemaal bij Hard Gallery keurig in het depot. Ja, maar het moet niet in een depot. Het moet juist op straat dat geld opleveren. Daar doen we ons best voor om dat natuurlijk wel op straat te krijgen. We gaan er zo over verder. We gaan eerst even luisteren naar muziek. En dat is wel muziek van Alina Lorfeo. En ik hoop dat ik het goed uitspreek. Alina, je gaat deze maand toeren. Je gaat toeren door Nederland en door Duitsland. En dat doe je met de bedoeling om aandacht te vestigen op een nieuwe EP die uitkomt. Precies, ja. Maar ook om geld in te zamelen om die EP uit te brengen. Precies. Kan je er iets over vertellen? Ik sta eigenlijk met een band achter me. Dat heet het Alina Lorfeo Collective. En wij promoten onze cd tijdens ons tour. En natuurlijk hebben we afgelopen zomer een hartstikke mooie EP opgenomen. En zijn hartstikke mooi bezig geweest met supermooie producten. 8 liedjes en 2 gedichten. We schrijven ook nog poetry samen. En ja, natuurlijk zijn we nu bezig met die tour. En willen onze EP promoten om daarna het te drukken. Ja, te persen. Hoe heet de EP? Alina Lorfeo Collective. Oké. Okay. En het nummer dat je nu brengt, is dat een nummer van de nieuwe EP? Yes, dat staat op. Hoe heet het? I Cared For You. Dames en heren, Alina Lorfeo, I Care For You. I cared.
every word you're saying, they were gold to me and I was sure. So you play gamble with my eyes and me, I believe you, so I'm beyond, so much you. En vanavond aan tafel ook uitgenodigd, Raoul Boer. Ja, directeur van de Schouwburg. Afgelopen week stond hij met een opmerkelijk citaat in de krant. Ja. Waarin hij aangaf, denk niet dat de autonome beeldende kunst zelf de broek op kan houden als zelfs popmuziek en cabaret worden gesubsidieerd. En niet zo'n beetje ook. Waarom zou dan uitgerekend beeldende kunst het zonder subsidie moeten redden? Met daarbij dat als de beeldende kunst geen subsidie krijgt, de laatste ambtenaar straks het licht uit doet en de bordjes Enschede West bij Hengelo worden geplaatst. Ja. Ja, autonome beeldende kunst, zelf de broek ophouden, ja of nee. En dan tegenover, zet het tegenover popmuziek en cabaret. Want Metropool krijgt ook een subsidie van de gemeente natuurlijk. Ja, zeker. Ja, en behoorlijk wat ook. En het is ook nodig. Hoe nodig is het? Ja, heel nodig. Zonder subsidie red je het niet. En dat klinkt als een heel plat en snel antwoord. Maar zo is het gewoon. Ik ben met mijn meerjarenbegrotingen bezig. En ik kom bij allerlei congressen van onze vakorganisatie. En daar zie je ook gewoon dat iedereen ermee worstelt. Dat de kosten hoger zijn dan de opbrengsten. Als het gewoon puur om de organisatie van popconcerten gaat. En dan is het echt niet zo dat de artiest heel veel overhoudt. Want ik schrik daar af en toe wel eens van wat een gemiddelde artiest aan gage ontvangt. Dat is een hele smalle. Een kaartje kost toch? Is toch vaak reden van de prijs? Ja, en daar moet alles van betaald worden. Er zijn heel veel mensen mee bezig. Er zijn professionals mee bezig om zo'n concert te organiseren. Maar er zit helaas ook nog een hoop tussen van boekers en managers die ook wat moeten ontvangen voor die artiest. Het heeft indirect allemaal met die artiesten te maken. Maar ik kan niet zeggen dat de artiest er veel beter van wordt. Alleen er zitten wat lagen tussen waar ik zelf ook wel eens wat moeite mee heb. Maar wil je het organiseren, dan is het gewoon wat nodig. Wat krijgt Metropool aan subsidie? Wij krijgen op dit moment een goede miljoen aan subsidie. Waarvan het veruit het grootste deel naar de huurlasten gaat. Is dat voor Hengelo en Enschede? Ja, ik moet eigenlijk zeggen dat wij 2 miljoen subsidie krijgen. Maar we krijgen een deel daarvan uit Enschede en een deel uit Hengelo. Dus we zijn het eerste bovenstedelijke poppodium van Nederland. Ja. Dus dat is redelijk uniek. Hè? Dus we zijn, dat is uniek. We zijn het eerste bovenstedelijke poppodium. Dus moet je voorstellen, er is verder geen culturele instelling op deze manier gefinancierd in Nederland. In ieder geval geen podiumkunsten. En dat betekent dat wij inderdaad een verdubbeling van onze subsidie hebben. Maar we hebben ook 2 panden te onderhouden. Dus je krijgt eigenlijk gewoon 2 exploitaties. En we zitten nu op het schema om al volgend jaar richting 350 concerten te gaan. Nou, en dat deden we in Hengelo, waren dat er 190 vorig jaar of 2 jaar terug nog.
Dus dat betekent een enorme ingreep in onze exploitatie. Ja. En daar heb je subsidie voor nodig. En nogmaals, het grootste gedeelte gaat naar de panden toe. En die panden zijn ooit een keer neergezet. En daar is destijds goed over nagedacht. Nou, daar hebben wij nu even mee te doen. Is daar heel goed over nagedacht? Want het pand in Hengelo, het metropoolpand, moet worden verduurzaamd van energielabel F, wat het nu heeft, naar A. Ja, en zo heel lang staat het. Het is vooral een eigen initiatief, hè? Maar zo lang staat het pand er nog niet? Nee, het pand is uit 2009, maar toen dacht men nog niet na over energielabels A, B, C, D, E of G. Dat zeker niet als het ging om huisvesting. En wat wij hebben gedaan is gewoon proactief zeggen van, goh, kunnen wij krachten bundelen hier in de regio, het bedrijfsleven, om te gaan kijken van, kunnen we dat pand verduurzamen en daarmee het eerste CO2-neutrale poppodium van Nederland te worden. Moet dat ook kunnen? Want als je luistert, beeldende kunst, subsidie wordt minder of verdwijnt misschien zelfs helemaal. Ja. En misschien loopt Metropool daar en Bas Schut neem het hoofd. Ja, want het verdwijnt niet. Er gaan elk jaar 50.000 euro naar beeldende kunst. Dus het wordt niet bezuinigd. Dat moet gewoon helder zijn. Dat is dus niet zo. Ja, kijk, in 2013 was de subsidie aan de professionele beeldende kunst 450.000 euro. Er was toen de keuze of alle culturele instellingen leveren wat in, of we stoppen met accu. En er is gekozen, we stoppen met accu. 350.000 euro subsidie, bezuiniging ging daarop. Er bleef een ton over, 50.000 ging in het potje en daar mogen we elk jaar een aanvraag voor doen om iets leuks te organiseren. En 50.000 is naar CREA destijds gegaan voor kunsteducatie. Dat was het. Maar het was dus altijd 450. Hè? Maar er gaat een heel verhaal aan vooraf. Hè? Dat is niet alleen maar zo is sec het feit 4,5 ton naar een ton. Er gaat een heel verhaal aan vooraf. De hele geschiedenis kleeft daaraan. Ja, dat kan heel kort even over de geschiedenis zijn. Wij zaten in waar nu CREA zit, hè, waar Uifel nu zit nog. Daar zaten we. De wethouder destijds, Gerrit de Ellen, vond met ons dat er een betere plek moest komen en raadde ons aan naar Hazemaaien te gaan. Die stap hebben we gezet. Daar hebben we geld voor gekregen. Daar hebben we ook een lening voor gekregen. En de bedoeling was dat die leningen in 10 jaar werden afgeschreven. En na 4 jaar werd de wethouder van, we stoppen ermee, bezuinigen. En dat hele traject werd stopgezet. Dat is het verhaal dat eraan vooraf ging. Bas van Wakeren, als je luistert naar Jan Nolders, kun jij iets voor hem betekenen, zeg maar, toch? Want je vertelt nou het verhaal ad hoc, hij moet een ad hoc. Hij moet helemaal niks. Nee, maar goed, hij wil wat. En als je hem goed beluistert, heeft hij ook wat geld nodig. Ja. Kun jij nou echt totaal helemaal niks? Nou, ik heb net verteld dat de begroting. Maar Pro-Hengelo was erg kunstmindend in de oppositierol. Nou ben je wethouder. Nee, nou kun je het. Ja, dat klopt. Maar je weet, je gaat op een gegeven moment een onderhandeling in met 3 andere partijen. Ja. En op een gegeven moment krijg je daarvoor dingen en je levert daarvoor dingen in. Dat is niet alleen hier in Hengelo, maar dat is in Den Haag, in Zwolle, dat gebeurt altijd bij de vorming van een college. Onderhandelen, ja. Ik heb al eerder gezegd, bij de eerste dag dat wij gingen onderhandelen, zeiden de ambtenaren tegen ons 8,7 miljoen euro bezuinigen op sociale domein. Ja, dat schep je hele eigen beeld van wat je wil gaan doen in het 100. Ja. Kijk, maar uiteindelijk komt het neer op prioriteiten stellen. Je kunt ook iets doen, minder doen op het Marktplein bijvoorbeeld. Ik noem maar wat, hè. Ja, dat kan. Maar goed, wij zijn, wat Jan zegt, inderdaad, wij hadden in ons verkiezingsprogramma, en dat geldt ook voor andere partijen, dingen staan die we niet zijn nagekomen. Maar dat komt bij het onderhandelen. Ja. En wij zijn nogmaals, ik herhaal het maar, ik haal mezelf, 8,7 miljoen moeten wij gewoon bezuinigen. Ja, Hans, mag ik nog een tip aan de wethouder geven? Jan Molters, Kijk, Johan zegt ook, Metropool, 2 miljoen, maar zeg maar voor de Hengeloze editie, iets boven een miljoen. Rabo Theater, 1,2 miljoen uit mijn hoofd. De Bibliotheek, 2,2 miljoen. Oivo 1,9 miljoen. Schouwburg 1,2 miljoen plus 4 ton. Plus 450. Jaarlijks erbij. Nou, maar er komt er wel bij. Ja. Mijn tip, al die instellingen krijgen de indexering van 3% per jaar. Dus die krijgen elke keer 3% per jaar neer. Geef nee, nou. Nee, dat is iets minder. Staat in het college. Ja. Nee, ik heb het niet staan, dus dat klopt. Wat wil je zeggen? Dus, nee, ze geef 1,5%, maak die vrij voor de beeld. Want de kunsten zijn we gered voor de komende jaren. Hans de Gul, we hebben jou eigenlijk nog niet gehoord. Maar je bent eigenlijk een beetje een vreemde eend in de bijt in dit gezelschap. Voorzitter industrieel erfgoed. Wat kun jij toevoegen aan deze discussie? Hoe beluister je dit? Ja, nou, dan moet ik je toch even uitleggen hoe erfgoed dan in dit verband past. Ja. Ik ben voorzitter van de stichting Erfgoed, dus niet alleen van de initiële erfgoed, maar al het erfgoed in Hengelo. Dat is ook een particulier initiatief. En de definitie van cultuur, zoals ik die zie, dan staat cultuur uit kunst.
En dan hebben we het over waar Jan Nolte gezeten, maar dan hebben we het over muziek. Bestaat uit design. Dat is ook, je zou kunnen zeggen, een kunstvorm, maar dat wordt toch apart gedefinieerd. En bestaat uit erfgoed. En dan heb je dus gezamenlijk heb je het over cultuur. Dus ik vind dat erfgoed een heel belangrijk onderdeel is van de cultuur. En ik vind voor met name voor deze stad dat het heel belangrijk is dat hij goed met zijn erfgoed omgaat. Dus die beeldende kunst, want dat is even het verhaal van Jan, die zou gesteund moeten worden. Ja, zeker. Professioneel beeldende kunstcentrum opbouwen, ook als gemeente meehelpen. Ja. Nou weet je, ik ben vroeger gemeenteambtenaar geweest. Jaarlijks komt er een atlas Nederlandse gemeenten uit. En die nemen elk jaar nemen ze een ander thema onder de loep. En dit jaar was dat cultuur. Ja. En dat gaat over 50 belangrijkste steden van Nederland, de grootste steden. Hengelo is gezakt van de 36 naar de 39ste plaats in verband met toch de krimp die wij hebben. Dus anderen groeien ondertussen, wij niet. Mm-hmm. Maar het aardige is, dan wordt op een aantal aspecten wordt vergeleken hoe die stad zich nou gedraagt. En dan wordt er aangegeven wat het gemiddelde is van al die gemeentes en wat voor positie je hebt. En dan kan je het ook vergelijken met je eigen positie. Nou, op het gebied van cultuur zitten wij ver in de 40ste plaats. Bijna achteraan in de 40ste plaats. Dus wij zijn zwaar onderbezet op het gebied van cultuur. En de wethouder... En dat heeft dus alles te maken met die bezuiniging die toen in de tijd heeft plaatsgevonden. Maar de wethouder wil een zo hoog mogelijke klassering, denk ik, hè? Ja, dat zou moeten. Ja. Toch? Ja. Maar hoe luister je dit dan, dit verhaal van Hans de Gel? Zakken op de lijst, zakken op de lijst. Je doet te weinig aan cultuur, daar komt het op neer. Ja, dat klopt, maar ik herhaal me voor de derde keer. Ik heb wat binnen bij mijn budget, heb ik geen ruimte. Maar je kunt zeg maar binnen het college ook een keer met je vuist op tafel staan... Dan, en tegen Mariska zeggen, Mariska Theo zeggen, ik wil geld hebben van Jan Nolters. Ja, nee, maar zo werkt het niet. Nou, wat je wel zou kunnen zeggen is... Maar we moeten gaan afsluiten. De gemeente Hengelo is niet de enige die moet bezuinigen op het gebied van jeugdzorg. En in mijn beleving komt dat doordat het Rijk het overgeheveld heeft naar de gemeente... plus een bezuiniging. Waarom ga je als gemeente dan niet tezamen naar het Rijk toe en zegt van... wat je me nou geflikt hebt, dat pik ik niet. Ja, maar dan... Daar zou je de boodschap neer moeten leggen. Ja, heren, dit is een discussie die kunnen we nog... Die moet nog verder gevoerd worden, maar niet meer nu in deze uitzending. Want we gaan nu afsluiten. Dus allemaal bedankt voor uw aanwezigheid. Bedankt voor het luisteren. Graag tot de volgende keer. Hartelijk dank. Tot ziens. Dank u.